Welkom iedereen bij mijn Let's Play van Mega Man X4. In het vorige deel versloegen we Jet Stingray. Vandaag, Last Maverick. Eigenlijk stiekem niet, voor mensen die weten wat een Mega Man is, maar ja. He defends the military train to protect the supply of ghost. Hey, die moet zo verdenken aan Magma Dragoon, omdat ze beide fucking awesome zijn. Ziet er wel awesome uit. Oké, de muziek van de military train is heel leuk om naar te luisteren. Jammer genoeg zal ik hem waarschijnlijk iets zachter zetten, omdat het een beetje lagt hier. Hetzelfde met Magma Dragoon's level, er gebeurt hier van alles. Dit kan gebeuren met de military train. Ze kunnen het ding gaan opblazen. De gaten worden telkens groter. En na een tijdje moet je... Nou, steeds verder springen. Jammer genoeg is het dan telkens die cutscene. En die verpest een beetje de flow voor mij. Ja, fuck iedereen. Ik rush altijd in dit stuk hoor. Military train is gewoon een rush level voor mij. Beetje hetzelfde als Biolaboratory met de trappen, maar... Oh ja, in dit level zit ook een hard tank. En dit heb ik vaak wel gehoord van mensen die Mega Man X4's hebben gespeeld. Als je deze hard tank niet kan vinden, breng de game terug. Breng de fucking game terug. Dan heb je geen recht om het spel te spelen. Want deze is zo makkelijk om te krijgen. Ah, ik was vergeten, hier is een boss battle. Heel simpel, deze is makkelijk. Plasma shot en je bent klaar. Op zich is dat ook wel de reden waarom je liever Web Spiders volgorde moet volgen. In plaats van die andere, maar ja. Oké, area 2 en hier kan je de hard tanking krijgen. Ik dacht, mag ik naar voren of niet? Want hier kunnen we zometeen weer een leuk... armortje krijgen, wat iedereen leuk vindt. Want zie je dit stuk? Dit stuk lijkt alsof je het kan breken. En daar zit ook de hardste tank in een paar stukken verderop verstopt. Want stel je wilt het 100% gaan doen, maar je kan hem maar niet vinden. Oké. Dan moet je echt van alles gaan proberen. Ik heb het ook voor een eerste keer gewoon een paar geprobeerd. En kijken of ik het kan vinden. Maar ja, het is zo makkelijk om te vinden en het is ook zo makkelijk om te krijgen in verhouding met alle anderen. Volgens mij is er maar eentje die Nee, er is geen eentje die makkelijker is. Zie je, ik kan even... Zie je, ik kan hem vernietigen. En het maakt door hier doorheen lopen veel makkelijker. Oké, volgens mij is het tweede of de derde. Nee, het is tweede. Oké, nou, zie je? En we hebben weer helft. Fuck iedereen! Doei! Kijk, de armor krijgt de damage, ik niet. Dus op zich kan je hierdoor heel makkelijk heen rushen. Maar als je echt dat ding graag wil... Je kan hem toch niet meenemen naar de boss battle. Zie je? En hier moet je al uitstappen, want je kan het niet halen met de armor. En de trein stopt! Is dat niet de boss battle? Nee. Is maar daarvoor moet ik nog een stukje verder oplopen. See ya bitches. Fuck iedereen. Kijk, hier hebben we alweer health. En hier gaat het alweer verder. Ik schak alvast over naar Ground Hunter. Kan ik ook even laten zien wat Ground Hunter is. Zie je, Ground Hunter is een beetje een soort van stingray, zoals al uitgelegd. Oh nee, ik heb nog invisibility, dus ik kan er gewoon overheen. Fuck iedereen! Zo. Kijk, ik kan toch spammen wat ik wil, het gaat toch niet vanaf. En hier is de boss battle.
Maar waar is dan Slashbeast? Zit hij in de doos? Nee. Hij is fucking awesome. Hij loopt gewoon langs de trein heen. Challenging my unit was both foolish and reckless. You are nothing more than my prey. One that's soon to be retired. Oké. Okay. Veel plezier. Kijk, doe je dat? Doe Ground Hunter op hem en hij doet alleen maar die aanval. Dus spring. Ground Hunter. Spring. Ground Hunter. Spring. Ground Hunter. Spring. Ground Hunter. Ground Hunter. Ground Hunter. Ground Hunter. Op zich is dit een van de makkelijkste die je eigenlijk gewoon kan doen. Dus het is alleen moeilijk als je het niet even serieus neemt. Hij is dood. Maar ja, ik wil niet zo snel zo korte part maken zoals Jet Stingray's part. Dus wat ga ik doen? Ik ga even de body module ophalen. Yippie! En deze vaardigheid is heel goed tegen Webspider. Shoots twin slashes forward in two directions. This weapon has wide range, make it easier to hit enemies. Oh, een van de makkelijkste wapens. En zie je nou, we hebben alle wapens, alle Mavericks verslagen. Dus wat blijft over? Yep. The final boss battle. The Rapid Force has begun assembling. Where are they? The spaceport. They plan to take off. Into space. Hurry, we have to stop the colonel. Ja. Dan kunnen we hier naartoe. Maar fuck dat. Wij gaan naar Magma Dragoon. Oké, ik laat me even zien wat Twin Slasher is. Ik vind op zich... Het liefst loop ik hier de hele tijd in Twin Slashers outfit. Want die is fucking awesome. Zwart met geel. Doe een beetje denken aan de Power Rangers. De vroegere Power Rangers. Die was toch zwart en geel? Na een tijdje weet ik het ook niet meer. Toch? Ja, ik moet toch laten zien wat Twin Slash kan. Dit is Twin Slash's vaardigheid. Blijf gewoon dit spawnen en je bent klaar. Spawnen, ik bedoel spammen. Mijn fout. Heb ik iets gemist of nee? Voor mij heb ik alleen nog maar de hard tank gemist. En ik ga dood. Ik heb voor mij alleen nog maar de hard tank gemist bij Webspider en nog een plek. Volgens mij was dat... Nou, ik weet niet meer waar ik de alle items mis. Maar ja, kom ik in een probleem, dan ga ik de items wel halen. Zo niet, dan laat ik de items gewoon links liggen. Het is al bijna weer een jaar. Het is al volgens mij al bijna 10 jaar terug dat ik het spel voor laatst heb gespeeld. Echt op de PlayStation. Dus ja. Fucking hell! Waarom krijg ik dit niet voor mekaar? Zou nou wel zijn als ik nou dood zou gaan? Kom, ik ben al heel lang tijd zonder game overgegaan. Is het gewoon een fuck jou tegen mij? Dat is gewoon niet winnen dat ik de body module haal. Dat ik niet in het spel een keer 100 ga 100%. Dat zal het zijn. Dat het spel me niet... geen 100% wil laten doen. Kijk, op zich speel ik nou wel heel... agressief, maar... op zich maakt het niet zoveel uit. Want... het enige waar ik hier nog zometeen voor ben... is gewoon de body module halen. En dan ben ik klaar. Meer hoef ik niet te doen. Dan doe ik gewoon de spaceport. En dan ben ik klaar. Ja, met X zijn verhaallijn. Want we hebben ook nog Zero, hè. Waarschijnlijk maak ik gewoon een aparte afspeellijst voor Zero, wie weet. Hoep. Hoep. Zo, hup. Het is niet zo lang tijd terug dat we hier zijn geweest, of wel? En wacht even, Magma... Frost Walrus, Jet Stingray, Slash Beast. Het is nog maar 3 parts terug. Dus op zich valt het wel mee.
Ja, voor mensen die het lui vinden dat ik maar één Maverick per part doe. Kom op zeg. Fucking hell. Kijk, dit stuk vind ik wel vervelend. De vervelendste module om te krijgen vind ik de arm modules. Omdat het zo tricky is om te doen. Hehe. Oké. Okay. Boom, 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 boom. Oké. Hehe. Equip with this new body module X. This body part absorbs damage inflicted by enemies and will gradually accumulate within. When it is filled to capacity with energy, you can execute the Invincible Nova Strike. Invincible Nova! Pinch, 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 strike. Only to pull through tight situations. Okay. En nu zijn wij Super Mega Man. Super X. Wat was aanval? Even onthouden. Wat was aanval ook weer? Wat was een super aanval ook weer? Oh ja, de Energy Tank heb ik ook niet opgehaald. Maar ja, boeien. Oh, Giga Tank is... R2... Nou ja, zoals jullie zien is hier een escape knop. Heb je het level gehaald? Kan je de escape knop gebruiken mee klaar. Continue. En dan bijna hier het deel voor vandaag. Volgende deel. Spaceport level. Tot dan.